Ja, ik word fucking baldadig. Ja? Ja, ik oh, heb echt zin oh. om, om alles te slopen en om uh, dingen te stelen. Doe uh, je dat ook wel eens dan? Nou, ik word vaak wel tegengehouden, maar ik ga gewoon domme dingen doen. En mijn, grappig, mijn linkerooglid is een soort graadmeter voor hoe dronk ik ben. Spuiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Ja? Oké, okay, hier eens mond houden. Want we hebben een nieuwe aflevering van onze podcast. Ja. Yeah. Ik ben Ralf en ik zit hier met Diva en Roos. En vandaag gaan we het hebben over mijn favoriete drug: crack. Alcohol. Oh. Ja. Uh, dat klinkt ook gelijk als een soort verslaafde. Maar ja, hoe, uh, hoe gaat het met jullie? Ik ga, goed. goed. Goed hè? Ja. Nou, dan zijn we klaar toch? Nee, ik heb. Uh... Lang geen alcohol op. Ik oh. mis het een beetje. Ja? Ja. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gedronken? Ja, um, sorry, zo, dat is een maand geleden. ja. En die oh, in dry mewust. January. Ja, wow, ik heb onbewust in dry January oh. lijp. Maar je zegt ik mis het een beetje, maar het is niet heel moeilijk te verkrijgen, toch? Nee, ja. het is meer dat ik gewoon al een maand is dus niet de behoefte heb om uh, uit te gaan en cocktails te drinken of zo. Je drinkt alleen als je uitgaat? Ja. Aha, ja, dus ik ben een beetje van. Ben ik saai? <laughs> uh, ten eerste point. ja. En ten <laughs> tweede um, vind ik dat wel echt een goede manier om te drinken, denk ik. Gewoon alleen maar als je uitgaat. Ja. Toch, dan haal je het fun. Wanneer drinken jullie dan? Nou, ik drink ook heel vaak in een café gewoon. Of, uh... Alleen? Denk je wel eens alleen? Nee, ik drink eigenlijk nooit alleen. Geniet, maar drink met je maten. Hey. Nee, het is drink met maten. Ja, Lees je dat zo? Drink met, met je je drink met maten. <laughs> Geniet, maar drink met je maten. Nee, dat is wel goed. Toch? Zet jouw bumper sticker? Ja, op mijn denkbeeldige auto. Nice. En ja, ik drink nou? Met maten trouwens. Jij hebt het net over dat je twintig bier had gedronken dit weekend. Oh, wow. Nu exposure me ervoor. <laughs> uh, ja, ik hou wel. Uh, ja, oké, okay, misschien ben ik ook niet het beste voorbeeld daarin, maar ik hou wel uh, van dat. Maar het is ook niet ja. nodig. Het is ook niet nodig. Maar soms gebeurt het en dan is het leuk. Ja, maar dan ben je ook wel echt dronken. Dat is het doel, hè? Je, nee. Oh. Nee, dat is niet het doel. Oké. Okay. Maar het gebeurt toch. Is dat problematisch? <laughs> Misschien. Um, maar daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. Want uh, Roos, hoeveel drink jij? Ik drink eigenlijk heel weinig. Ik bedacht me ook net dat ik onbewust Dry January had. Ah. Dry January. <laughs> um, Vroeger heb ik wel een fase gehad waarin ik meer dronk en uitging. En nu vind ik het heel vaak niet waard. Dus ik doe het ook alleen als ik uitga. Wow. Ja. Ik denk dat wij echt <laughs> veel ver van elkaar afstaan in dit onderwerp. Nou, ik heb wel, maar dat. dat nee, dat is niet zo dat Maar als ik met vriendinnen ga afspreken, dan is soms wel, laten we daar wat gaan drinken. En dan gaan we cocktails drinken of zo. Waar is daar? In, in onze hun. stamkroeg. Ah, oké. Okay. <laughs> Nee, ik heb niet eens een stamkroeg. Maar dat is ook een beetje uitgaan, toch? Ja, ja, ja. Ja, yeah, whatever. Oké. Okay. Dan uh, gaan we nu naar het <laughs> onderwerp van de week. We hebben al een beetje ingeleid. En hoeveel denken jullie dat, dat veel drinken is? Wanneer denk je dat je overmatig drinkt? Voor mannen en voor vrouwen? Um, ja, glazen bier, glazen bako. Glazen... Uh, consumptie. Dus dat maakt niet uit. Een, ah. een shot of een glas wijn of een biertje? Ik denk meer dan vijf. Vijf glazen per week ben je een overmatige alcoholgebruiker. Ja. Niet, niet dat ik dat persoonlijk vind. Maar ik denk volgens waar jij je feit vandaan hebt gehaald. En jij, Roos? Ik denk dat je volgens de richtlijnen te veel drinkt als je meer dan vijf, zes glazen drinkt. Per week? Ja. Nou dat, Je komt niet in de buurt, want het is 21 glazen alcohol per week voor mannen en 14 voor vrouwen. Maar waarom dan? Gelijk oh, wow. weer meer voor mannen dan voor vrouwen. Ja, lichaamsgewicht, denk ik. Dus vrouwen ja. die worden snel, sneller dronken. Ja, ja, ja. Maar als je een hele kleine man bent of ja. een hele grote vrouw. Ja, dit zijn gemiddelde. Dus, oh, okay. uh... Nou, ik vind dat nog best veel. Ik vind het dus ook best wel veel. Maar toen dacht ik van, als je erover na gaat denken, als je één avond veel gaat drinken. En, en dan, uh, nou ja, dat, dat misschien een andere avond dan ook een beetje doet per week. Dan kom je wel rond de twintig, denk ik. 20 uh, nee joh. Dan lig ik in het ziekenhuis. Hoeveel glazen drink je op een avond? Nou, ik moet echt niet meer dan 10. Ja, ik denk dat ik echt bij zeven al... Maar dat komt omdat ik bijna nooit drink. Nee, ja, ik snap okay. wat je zegt. Het is je bouwt het natuurlijk heel snel op. Ja. Ik ben bij vier Malibu-cola's dronken. <laughs> <laughs> ja, dat is hey, mooi. En luister, want studenten drinken gemiddeld... 16 glazen per week. Behalve leden van studentenverenigingen die drinken 23 glazen per oh, week. Wow. Dus dat zijn allemaal overmatig alcoholgebruikers. Zijn dat studentenvereniging van de studie naar dit alcoholgebruik? Wie heeft daar onderzoek naar gedaan? Ja, doe eens nou, onderzoek. Ik vind dat ook nog wel eigenlijk wel meevallen, want toch jij vertelde laatst dat je een keer 20 glazen bier op een avond op had. Ja, kunnen we daar een keer over ophouden? Want dat is een soort terugkerend ding de hele tijd. Dat gebeurde een keer. Ja. ja, maar dat leek dus eigenlijk helemaal niet zo heftig. Nee, maar 20 is ook wel echt overdreven. Ja? Dus denk oh. ik. Uh, dan heb ik. Denk, ik denk in het echt. Zes. Dertien. Dertien denk ik. Oh, zo rond ik ook altijd af. Ja. Ja. Dertien ja. naar boven afronden maakt 20. Ja. Goed. En we hebben deze week ook een aantal stellingen. Uh, en de eerste is: ik heb een alter ego als ik dronken ben. Heb jij dat roos? Ja. Zeg maar even. Nou, nee, ik moet lachen omdat ik drink dus niet meer. Zoveel en niet veel. Maar ik moest voor een uh, item, dus voor een video, klopte wel of niet dan, daar test ik producten uit. En daar was ik een anti-katermiddel aan het uittesten. En daarvoor moest ik eerst ja, een kater hebben, dus heel veel drinken. Toen ging ik heel veel drinken. En uh, <laughs> ja, toen kwamen daar wel allemaal comments over dat. Ik echt een heel... Ja, volgens mij was het wel positief. Van, oh, Roos wordt wel echt een grappig persoon als ze dronken is. Dus, dus denk ik toch wel een beetje een alter ego. Maar volgens mij is het wel gewoon mezelf in het kwadraat. Oeh. Dus het is niet een heel ander persoon. Jawel, je bent een, een soort af. zwerver. Een zwerver. Ja, jij kon doen. helemaal niks meer. Ja, dat ja, was niet huh? normaal. Je was er niet bij. Nee, maar ik heb foto's en filmpjes <laughs> gezien van wat jij ging doen. Je, je kon helemaal niks meer. Ja, je moest dronken worden. <laughs> Op de werkvloer. Ja. En... Hoe, hoe was dat? En weer niet meer. Maar hoe reageerden mensen om jou heen? Weet niet. Was het was gewoon van: oh ja, zij is van spuit en slikken. Niet meer dan normaal. Het waren gewoon met mensen die ik wel goed kende. Okay. Collega's die ik goed kende. Dus uh, dat viel mee. En uh, ja, ik krijg nog steeds wekelijks: kijk, we hadden dit lied gezongen bij de karaoke. Uh, ik weet het niet. Ik krijg heel snel blackout als ik dronken word. Maar dronk ze ook met jou mee uit sympathie? Ja. Ah, oké, okay, dat is dan wel. Je krijgt zo. veel blackouts. Ja. Vroeger ook al heel veel. Heel oh, snel. Dat is zo'n raar gevoel, toch? Van, ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik vind dat vet. Ja? Ja, ik had dan vaak dat ik de ochtend erna, dan vond ik dingen in mijn kamer waarvan ik niet meer wist dat ik het daar had gelegd. Toen dacht ik, ik ga hier gebruik van maken. Dus ik had een potje neergezet voor dronken roos. En dan ging ik dan, als ik dronken was, iets inleggen, briefjes naar mezelf, dingen. Naar... En als ik dan wakker werd, nuchter, ging kijken, oh, kijken wat er in het potje ligt, wat ik aan mezelf heb gegeven. Ik, ik kan me niks meer <laughs> roos voorstellen dan dit. Ah, ik wou dat ik dat kon. Ja, maar word jij niet... Hoe word jij dronken? Heb je een alter ego? Nou, ik word heel agressief. Of heel agressief. Wat? Hè? Echt? Ja, dan word ik echt zo'n... I'll take out my earrings, meisje, weet je wel. <laughs> nee? Ja. Ik snap wel ik wat je dan... bedoelt. Ja. Ik, maar ik zie je nog niet zo... Nee, maar als ik heb gedronken, wel. Ik word ook heel jaloers. Oh, dat oh is leuk. Echt niet leuk. Maar dat moeten we een keer doen. Laten we een keer Ach. veel gaan drinken, want ik ben wel benieuwd. Oh, ja. je, jij gaat gewoon het terror zetten. Ja, of dat, of ik word echt fucking lam. Dat ik echt alleen maar op de grond lig van het lachen en gezellig. Dus is of dat, of ik. <laughs> en gezellig. Ik word... <laughs> Kapot agressief. Maar dat is wel niet leuk. Ja, ja, soms moet je ook een beetje die kant van je. <laughs> ja, maar het klinkt wel heel leuk. Ik ben wel echt benieuwd. <laughs> Nee, het is niet leuk. Nee, eigenlijk is het niet leuk. Dus je probeert te voorkomen dat je echt dronken wordt? Nou nee, ik hoop dus dat ik dan echt naar die hele lamme kant ga... als ik voor mezelf denk van... oh, ik wil eigenlijk dronken worden. Uh, dan doe ik daar ook wel echt mijn best voor. Maar ja, soms slaat het dus ook een beetje over. Maar kom vechten. <laughs> oh, dat wil ik zien. Ja, maar niet, niet um, zo'n... Zoals Roos. Dat vind ik best wel cool. Zou jij dat niet willen, Ralf? Roos, zo blij. Ja, misschien wel, Roos. Dat is Klinkt eigenlijk chill. wel goed. Ja. ja, ik word fucking baldadig. Ja. ja ik oh, heb echt zin oh. om, om alles te slopen en om uh, dingen te stelen. Doe uh, je dat ook wel eens dan? Nou, ik word vaak wel tegengehouden, maar ik ga gewoon domme dingen doen. En mijn, grappig, mijn. Linker ooglid is een soort graadmeter voor hoe dronken ik ben. Dus als ik heel dronken ben, dan gaat deze steeds verder zakken. En dan krijg ik zo twee verschillende gezichten. Dus vrienden zien me ook altijd gelijk aan mij van: oh, ja, het is weer zover. Uh, je, je hoofd is helemaal schuin. Uh, dus, uh, dus dat. Maar wat daar doe dan je het, het voor. Hè? Wat is dan het domste wat je hebt gedaan? Go nee, gewoon niet per se één ding. Maar ik wil gewoon dan, uh, weet ik veel, overal opklimmen of dingen kapot maken. Ja, weet ik veel. Domme dingen. Dit is waarom vrouwen langer leven. <laughs> maar neem je vrienden dan ook bewust afstand als ze je linkerooglid li zien zakken? Ik ja, zeg, oh was, fuck. Eén keer liep ik een keer een club uit en toen was ik dronken en toen uh, kon ik niet meer echt lopen. En op een gegeven moment toen viel ik zo tegen een scooter aan. En toen ging het alarm af. En er stond <laughs> een groep jongens en die zagen dat. En dat, dat was denk ik zijn scooter. En die renden zo allemaal mijn kant op. En ik ik had helemaal niks door. Dus ik lag nog een beetje op die scooter. En, uh, en mijn vrienden tilden zo die scooter op en tilden mij op. En we liepen zo een beetje door. En die jongens die kwamen aanrennen. En, uh, en mijn vrienden kregen dat door. Dus ik dacht: Fuck, oké. Okay. Dus die, die renden ook weg. En, maar ik had niks door, dus ik bleef staan. En, en die jongens dachten allemaal dat mijn vrienden dat hadden gedaan. Dat, dat ze die scooter hadden omgegooid, maar ik niet. Dus hij fietsen allemaal weg. En ze renden ze allemaal langs mij. <laughs> en <laughs> en ze, die vrienden van mij die fietsen zo door. Toen kwam ik zo tien minuten later, kwam ik zo naar ze toe en ik zei, yo, waar de fuck waren jullie? Wat, wat, wat waren jullie doen? Uh, nou ja, dat geeft dus ook wel een beetje aan dat ik geen idee heb wat er om me heen gebeurt op zo'n moment. Weet ze nog dat soort steeds dingen. niet dat jij het was? Die jongens niet, mijn vrienden wel. Uh. Uh, ja. Goed, tweede stelling. Iedereen, inclusief ikzelf, is alcoholverslaafd. Zo. So. Nee. Die Heb jij vanuit jezelf geschreven of niet Ralph <laughs> ja, jullie zitten me echt te shamen hier. Nee, maar, nee, maar ja, ik Zit denk de niet schaam. dat ik verslaafd ben. Nou, oké. Okay. Dus als je verslaving ziet als een, als een soort afhankelijkheid... dan denk ik dat ik best wel... Uh, ja, best wel verslaafd zou kunnen zijn ofzo. Ik heb best wel dat ik niet afhankelijk ben... in de zin van, oh, ik moet elke avond drinken... Uh, thuis of weet ik veel... Uh, of alleen of dat soort dingen. Maar ik heb wel dat als ik naar... Feestjes ga of zo, dat ik wel merk dat ik wil gaan drinken. En dat ik misschien ook wel een beetje moet gaan drinken om het uh, erg leuk te hebben. Ja. Ik merk wel dat ik het een stuk minder leuk vind als ik niet drink. Ja. En dat, dat maakt me wel afhankelijk en daardoor misschien wel verslaafd. Ik heb dan bijvoorbeeld vaak dat ik dan naar feestjes ga. En dan ga ik bewust met de auto zodat ik elk moment kan ontsnappen. Maar als ik daar dan ben, dan heb ik toch wel zoiets van ja. Ik ga toch wel gewoon drinken, want dan wordt het gewoon ja, net iets leuker voor mezelf. En dan uiteindelijk heb je zes Malibu Cola's op, en dan zit je in een taxi naar huis. <laughs> en dan moet je volgende dag je auto ophalen waar je wel geen zin in hebt. Ja, word je toch overgehaald. Ja, en alcohol is voor mij ook, en in die zin is het misschien dus wel echt een verslavende alcohol, een beetje een manier is om me uh, meer op mijn gemak te stellen. Dus om me een beetje uh, sociaal gemakkelijker te ja. maken. Dus uh, het, het, maakt je in dat, of het maakt mij in dat, soort, uh, in dat soort situaties ook een stuk comfortabeler. Ja. Um, en dan gebruik je het dus als een soort middel om je chill te voelen op een avond zelf. En dat is wel problematisch, denk ik. Daar zou ik wel. Ik zou, ook, ik zou liever uh, beter uh, mezelf gemakkelijk voelen, willen voelen op een feest zonder te drinken. Maar, maar probeer je dat wel eens? Ja. ja, best wel vaak. En dan merk ik toch dat het gewoon net allemaal wat stroever gaat en dat je gewoon net iets minder op je gemak voelt en dat ja, dat is juist niet het doel van zo'n avond je wil juist lekker alles laten gaan en ontspannen ja, het is een lastige, hè? want het is zo geaccepteerd en het is ook gewoon zo, mensen zeggen je hebt het niet nodig om het leuk te hebben, maar het is wel leuker <laughs> <Dan> Ja, ja, <laughs> nou, niet altijd natuurlijk, maar dan is misschien een oplossing nou, nu zit ik oplossingen te zoeken, het is niet alsof je, maar nou, je, je gaat ook wel elk weekend naar de kroeg ja, ja, maar in een, kroeg, in een kroeg vind ik het anders. In een kroeg kan ik wel makkelijker gewoon niet drinken. En dat doe ik ook wel eens. Maar het kost gewoon meer moeite. Het kost gewoon meer moeite om mee te gaan. En op een gegeven moment als mensen dronken worden, ja, dan krijg je ook veel meer moeite om zo'n gesprek te voeren. Ja, en als anderen het doen. Want ik denk als ik ook weekend met mensen ben, of vaak met mensen ben die veel drinken, dan wil ik dat ook. Dan denk ik ja. als zij allemaal zo gezellig drankjes zitten te doen en ze worden steeds losser dan ik. Ja. Dan krijg ik ook wel sneller die neiging om wat drank te gaan bestellen. Een beetje FOMO. Ja, toch wel. Dus dat is wel... Uh, ja, dat snap ik wel. Dan ja. zou voor mij de oplossing zijn... of in een andere setting chillen of met andere mensen eerder. Goed, we hebben allemaal een, een, als huiswerk een, een zelftest gedaan... over hoeveel alcohol je drinkt en of dat problematisch is. Uh, op de Jellyneck site Nou, kan je ook doen voor de leuk. Uh, ik ben wel benieuwd wat, wat jullie uitslag was. Ik had... Um... Ingevoerd dat ik je kon invoeren, of dat je nooit drinkt, of één keer per maand, Dus dat was het minst na nooit. Uh, dus dat had ik gedaan. En als ik dan drink, had ik volgens mij vijf tot zeven gepakt, dat is een beetje dan gemiddeld. En toen dacht ik, Nou, volgens mij zit ik goed. En toen kwam ik zo in het oranje, volgens mij. En toen stond er van je drinkt te veel, uh, beperk je alcoholgebruik. Ja, ik, ik ben ook in het oranje gekomen en er staat, Je vindt zelf dat je weinig drinkt. En dan <laughs> <laughs> volgende pagina. <laughs> Uit jouw antwoorden blijkt dat je te veel of te vaak drinkt. Dat is niet goed voor je gezondheid. Het is beter voor je om minder alcohol te gaan drinken. Drink op minder dagen of drink minder glazen per keer. En dan denk ik, ja, volgens mij drink ik al wel echt minimaal. Maar oké, okay, volgens mij is het uitgangspunt gewoon dat als je meer drinkt dan niks of bijna niet drink je te veel. <laughs> Ja. Want ja, dat, dat, gaat, dat gaat gewoon heel snel. En zij willen gewoon dat je helemaal niet drinkt. Ja, ik denk dat dit een anti-alcohol uh, campagne is. Ja. ja, maar ik ken jullie wel een beetje nu over hoeveel jullie drinken. En ik denk niet echt dat het problematisch is. <laughs> ik zit in roze. En er staat: uh, dit, uh, Uit jouw antwoorden blijkt dat je niet om, goed omgaat met alcohol. <laughs> uh, dus ja, uh, ik denk dat ik per keer te veel drink. Ik, ik drink, denk ik, één keer per week. Maar dan drink ik wel. Nou tien glazen of zo. Ah. Uh, maar uh, ja, ik hou gewoon van naar de kroeg gaan en uitgaan. Dus dan, so, dan doe ik dat. Uh... Ja. 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 ja, ik vind het ook gewoon echt heel leuk. Ik vind het ja. heel gezellig. En uh, uh, ja, misschien is dat problematisch. Ik weet het niet. Oh, maar het is gewoon een interessant iets voor jezelf om na te gaan wanneer is het nou ja. gewoon echt leuk en wanneer wordt dat problematisch. Dat lijkt me lastig onderscheid om te maken soms. Maar ja, soms ik, voel je het ook helemaal wel. Goed ik, denk aan. Dat er, ja, ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk dat het problematisch is wanneer het uh, in de weg gaat zitten in de, in de rest van je leven. Dus als je bepaalde dingen niet meer op orde krijgt ja. of zo. En, en daar ben ik wel heel scherp op, denk ik. Hoop ik. Uh, en, en ik denk dus echt die, die afhankelijkheid van als je te vaak het idee hebt dat je moet drinken in plaats van dat je wil drinken, ja. Dan, ja, dan ga je denk ik ook wel de verkeerde kant op. Uh, en ik denk dat ik dat ook wel in de hand heb. Ja, ik ben me een beetje aan het verdedigen. Maar... Nee, nou ja, dat is toch. Dat zijn ook wel pijlers. Ja. Kijk, als je onrustig wordt, als je het niet in de buurt hebt. of als je onverwachts het ineens niet kan krijgen. dat je daarvan opgefokt raakt. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je het aan kan merken. Ja, en, en wat voor mij heel goed helpt. is soms uh, een aantal maanden niet drinken. En dat, dat is dus, denk ik, ook een beetje bewijs aan jezelf. dat je, dat je het niet hoeft te doen. en dat het goed gaat. En dat, dat gaat soms ook wel goed. Maar ik vind één keer per week drinken, ja. Je bent 24? Ja. Ik vind dat niet, niet erg. Ik vind niet dat je jezelf zo erg moet verdedigen dat je elke week drinkt. Uh, goed, dan zijn we bij de derde stelling. De kater is een leuke avond altijd waard. <laughs> heb je heftige katers, Diva? Uh, ja, maar ik vind katers dus eigenlijk heel chill. Omdat dat zijn zeg maar de enige dagen dat ik mijn hoofd soort van uh, stil heb. Ja. Yeah. Dus. Ik vind dat echt fucking chill eigenlijk. En dan kan ik de hele dag gewoon een beetje vreten. En dan zonder me schuldig te voelen. Want normaal als ik dan een hele dag niks doe... dan maakt mijn hoofd echt overuren. En dan eind van de dag denk ik van... je bent een mislukkeling. Maar met de kater denk ik van... nou, dat heb je toch maar mooi uitgezeten die kater. Nou, daar heb je geen stevige kater te pakken hoor. Dan heb je zo'n poesje. Als je echt goede kater hebt, dan is het echt niet leuk. Oh, wat gebeurt er dan? Ja, koelpijn. Gewoon dat je, dat je zo moe bent, maar je kan niet slapen. Overgeven, maar je hebt niet eens iets om over te geven. Ja, die zijn heel heftig. Toch? Daar ja. denk ik aan. Oh, dat is ja. Maar je hebt zo'n kleine kater, waardoor je een beetje zelfmedelijden medelijden krijgt en je denkt van thuis bezorgd en ja. serie's kijken en je hoeft niks, want ja, je hebt een kater en je hebt gisteren al gelezen. Ja, dus vandaag lukt het niet meer. Dat is ja, die is best wel lekker. Hè? Ja. ja, dat is nou, wel wat geweld. je wilt. Maar Geweldig. soms dan, dan word ik wakker, maar dan heb ik mijn ogen nog dicht en dan voel ik zo. Dat over mijn hele ruggengraat een soort steek zit. die eindigt aan de achterkant van mijn hoofd. Oh. en doorloopt naar mijn wenkbrauwen. Echt, echt van die migraine. Dan heb ik mijn ogen nog dicht. en dan weet ik. oeh, nu heb ik hem echt. nu heb ik hem echt te pakken. En dan weet ik gewoon. dat mijn hele dag weggegooid is. en dat ik. dat ik niks ga kunnen doen. Ik heb zoveel hoofdpijn. Oh, wow. ik, ga, ik ga echt kapot dan. Ja. Gewoon ook Oef. de hele dag alleen maar die hoofdpijn. Ja. ja dat uh, was dat het dan chill. waard? Ja, zeker. Oh. <laughs> Kijk jij gewoon juist als je die steek voelt van... Ah, dit was weer een avond voor in de boeken. Uh, nou ja, dat vind ik al zo leuk. Dan hebben we de hele avond genoten en gelachen en grapjes gemaakt. En dan, ja, dan kijk ik dan wel echt blij naar terug. Maar dan doet het wel pijn. Maar ja, dat hoort erbij, denk ik. Uh, wel chill om te weten dat je nog een ruggegaat hebt. Ja, die zit er dan echt. En uh, hebben jullie wel eens last van anxiety, zoals dat heet? Is dat niet een beetje dat onrustige gevoel na... Na het drinken, dus de dag na het drinken, krijg je een beetje zo'n angstgevoel. Ja. Is dat het? <laughs> nou ja, ja. Die van, jij wordt dus heel chill bij, bij uh, nou ja. Katers, maar herken je dit? Ik had meer bij anxiety het idee dat je dan anxiety hebt voor wat je allemaal hebt gedaan en gezegd. Dus een beetje wat Roos heeft met die blackouts. Ah. Dat, dat idee had ik bij Anxiety, maar dat is het dus helemaal niet. Wat uh, is het precies? Het is een mentale kater door alcohol die gepaard gaat met gevoelens van onrust en, zelf, en zelfs paniek of paniekaanvallen. En uh, ik merk om me heen dat het best wel, dat veel mensen daar last van hebben. Ik heb er persoonlijk geen last van, maar veel mensen die uh, zichzelf uh, van lage waarde schatten op het moment dat ze een dag weggooien omdat ze een kater hebben. Ja, dat. Snap je? Okay. Dus het is echt een beetje die verwachting van al, oh, ik moet iets maken van mijn dag, uh, van mijn leven, ja. uh, van, van wat ik doe. En als ik dan nu een kater heb, dan gooi ik dat weg en dan ben ik teleurgesteld in mezelf. En daar krijg je dan paniek van. Oh. En, en ik merk om me heen dat het echt steeds vaker gebeurt. En ik en ik zie dat steeds uh, meer gebeuren. Dus ik, ja, merken jullie dat om je heen of, of bij jezelf? Of... nou ja Ik heb dat, dat juist, als ik geen kater heb, al oh, gewoon die anxiety. <laughs> ik heb juist dat ik het. Een... Katerdag, dan meer als een dagje vrij zie of zo. Dan, dus dan ik ook... kan ik me daar niet schuldig over voelen. Maar zijn dat dan ja, mensen in jouw omgeving die echt elke week en dan misschien op maandag een kater? Of dit nee, zo? niet eens. Dat, dat zijn zelfs mensen die niet eens zoveel drinken. Maar als ze dat ja. dan doen, daar dan uh, ja, wel last van ervaren. En uh, ik, denk, ik denk dat het ook gewoon komt door hoge eisen aan jezelf stellen en, uh, en hard willen werken en dan het jezelf niet gunnen als je brak bent. Ja, dat altijd productief moeten zijn. Ja, dat, dat idee. Maar is het ook niet fysiek? Want alcohol is een depressant, toch? Dus dat is gewoon een middel dat ook letterlijk een werk een deprimeren, hoe noem je dat? Ja. Een werking heeft op je hersenen, waardoor je je meer down voelt. Ja, nee. Dat zeggen ze ook als je in therapie bent voor depressie. Dan zeggen ze ook, probeer niet te drinken, want dan weten we niet of jouw neerslachtige gevoelens komen door de drank of door je depressie. Ja, dus ik, 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 het kan misschien van beide komen. Dus en, ja. en fysiek, en dat, dat, je, dat daar dan een uh, mentale uh, ja, paniek van uitkomt. Maar wel heftig. Ik, ik merk het steeds meer om me heen. En uh, ik weet niet, misschien herkennen mensen dit. Maar met drugs is dat dan helemaal niet? Uh, jawel, jawel, met drugs kan je het ook hebben. Maar ja, dit, uh, ik denk dat een anxiety ook wel van drugs kan komen of wel van alcohol. Het is gewoon een, ka een mentale kater. Oké, okay. ja, want naar mijn idee was dat van drugs juist heel bekend. Zeg maar de dinsdagdip. En nu ja. hebben ze een soort van dinsdagdip voor alcohol bedacht. Anxiety. Ja, misschien is dat het wel gewoon. Dinsdagdip voor alcohol. Comment van de week. Ik heb even gekeken onder een paar video's. En uh, uh, er <laughs> eentje viel me op en die stond onder de seksbelroos. Ze had ik meende Emma Worteboer aan te treffen. <laughs> Dus mensen zijn al aan het vergelijken met Emma. Ja. Vind, je, vind je een beetje dat je op Emma lijkt? Ik ben een vrouw en blond. Maar volgens mij stopt het daar een beetje mee. Nee, ik vind niet dat ik heel erg op haar lijk. Nee, ik kan ben eigenlijk niet twee personen bedenken die verder van elkaar afstaan nee, dan jij en Emma. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik had wel mijn allereerste draaidag ooit. Ging naar de jongerencamping en Jurre was naar allemaal jongeren toegedraaid. En ik stond nog omgedraaid. En toen dus zat iedereen zo, Emma, Emma. Toen dacht ik, oh ja, dit wordt natuurlijk een ding. Toen draaide ik om en zei zo, it's me bitch. En toen was het zo'n, wie de fuck is dat? Toen <laughs> was het Janke. <G> <laughs> ja. Die, die van, vind jij eens op elkaar lijken? Um, nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik snap het wel. Roos was ook het eerste nieuwe meisje. En inderdaad, als je zegt, allebei wit en blond, dan is het al snel van, oh, nieuwe Emma. Ja. Terwijl, bij mij zou ze dat niet zo snel zeggen, denk ik. klopt. Maar het is ook wel weer een compliment, toch? Ik zou het een compliment vinden als ik vind Emma vinden. Ik zou het heel erg vinden. <laughs> uh, en een tweede, uh, die stond onder de eerste: Ralph's Blind Date. Uh, er stond wat raar dat die nieuwe presentator Jurre niet laat uitpraten. Hij moet nog veel leren. Ja, daar zijn wij het mee eens. Ja. <laughs> Hij gaat Lange terug weg. naar de academy. Ja, ik moet nog heel erg veel leren. Nee, uh, Jur is mijn vriend, jongens. Dus ik mag uh, tegen hem zeggen wat ik wil. En als je het daar niet mee eens bent, dan hoef je lekker niet te kijken. Maar nee, ja, ik denk dat mensen dat niet helemaal doorhebben. Dat jullie elkaar natuurlijk al best wel lang kennen. Ja. Waardoor je iets informeler praat dan normaal. Ja, als ik het maar niet doe bij mijn volgende gasten, dat is niet ja. gebeurd. Maar weet ik. Nee. aan de andere kant. Je moet inderdaad ook nog veel leren. Wij allemaal. Dat is wel echt waar. Ja, als ik kijk hoe Jurre uh, interviewde. Uh, dat, was e dat is echt knap hoor. Hij heeft echt iets van 60 Jurres dates gemaakt. Zo. Ja, moet je voorstellen. Ah, dus maar... uh, werk aan de winkel. Het is ook gewoon een hele skill. En die bezit je niet in één interview. Nee. nee. Dus we moeten inderdaad veel leren. En we hopen dat jullie ons steunen <laughs> in dat proces. Ja, luister naar Diva. Regen en wikken. Goed, dan gaan we naar de wegen en wikken vandaag. We knallen elke dinsdag een nieuw dilemma uit. Uh, en deze keer heb ik er één voor jullie gekozen. Uh, je laat uh, elke keer een scheet als je klaarkomt. Of je kotst voordat je moet zoenen. Ja, dat is toch niet moeilijk? Nee? Je laat altijd een scheet als je klaarkomt. Ja, prima. Dat is wel. Ja, als je ook weet dat het aan zit te komen, dat is wel grappig, toch? Maar als je echt moet overgeven en <laughs> dan moet tongen, dat is toch vies. Ik ken heel veel mensen die het uitgaan voes te kotsen. En daarna gewoon nog alles te tongen. <laughs> maar ik vind een scheet tijdens seks vind ik wel uh, dat. <laughs> Dat vind ik eigenlijk, dat vind ik, uh, goor. Ja, maar jij hebt sowieso iets met scheten, hè? Want ja. jij zei een keer dat als je in een relatie zit, dat je dan naar een andere ruimte moet lopen als je een scheet moet. Wow, lopen. nee, nu ben je me echt weer aan het vreemen. Waarom zou je dat Dat heb ik echt de eerste paar maanden. Kijk, we, want weet je wat het is? Als je aan het seks bent en iemand laat een scheet, dat hoor je dan. En dan haha, grappig. Maar dan zit je dus gewoon nog best wel lang in die stank. <laughs> dus, en dan hmm. kijk je elkaar aan en denk je van, nou, dit duurt toch best lang, dit. Maar... Ze hoeft toch niet altijd te stinken? Maar aan de andere kant, je bent toch al gekomen. Dus voor wat wil je nog doorgaan? <laughs> maar niet ja. meer uit. Seks nee. is al gelukt. Ja, een soort van kerst op de taart. Tenzij de ander nog niet is klaargekomen. Dus wat kies uit. je, Roos? Ja, scheet. Diva? Ja, ik ook. Ik ga verkotsen. Gadverdamme. Uh, jongens, dat was hem weer. Uh, en voor de luisteraars, vergeet ons niet te volgen op al onze socials. Vergeet Roos niet te volgen en Diva. En kijk vooral op YouTube, want het is eigenlijk ook een podcast. Uh, dus je kan ons ook zien praten. En uh, tot de volgende week. En laat vooral weten waar we het over moeten hebben. Uh, dus uh, dat was hem. Dank jullie wel. Doei! Doei! Het is echt teleter bij einde, dit jongen. Roos, dus, heb je wel, een, wel eens een shotgun getrokken? Shotgun? Of diva? Oh, dat doe ik broers altijd toch? Leuk man. Wat is dat? Nou, dan steek je dus zo'n mes in een biertje. Oeh. En dan zet je je mond eroverheen. En dan druk je zo dat lipje open. En dan zuig je in één keer dat hele biertje leeg.